kijkend naar het short track, wat zijn dan de eerste gedachten? Ja, mijn eerste gedachten gaan toch wel uit naar 2007, toen ik de brief stuurde naar Mart Smeets voor meer aandacht voor deze mooie sport short track. Ja, en ondanks geen publiek, ja, jullie zijn er, media-aandacht is ongekend. En dan ook de prestaties natuurlijk van het Nederlands team is zo mooi om te zien. Sport is echt gegroeid. Ja, enorm, ontzettend. Als je kijkt inderdaad naar 15 jaar geleden van mijn groep eigenlijk, die heeft zo'n enorme sprong gemaakt. Ook met Jeroen Otter natuurlijk als architect van het Nederlands short track op dit moment. Ja, dat is. Ik vind dat echt. Mijn hart gaat er sneller van kloppen. En hoe zou je je eigen shorttrack carrière willen samenvatten? Poeh, ja, daar zag je wat. Margriete Schutter beëindigde haar topsportcarrière in 2010. Ze wilde daarna iets met nazorg voor topsporters doen. Ze geeft nu lezingen en workshops over tegenslagen en mentale druk. In 2012 maakte ze een documentaire over haar eigen levensverhaal, waarin ze zichzelf heel kwetsbaar durft op te stellen. Ik hoorde vaak waar een wil is een weg. Maar wat als die weg opeens anders wordt of helemaal geen weg blijkt te zijn? En hoe buig je dat om naar iets positiefs en naar informatie en naar een ultieme kans? Ik denk dat dat mijn carrière en ook daarna denk ik wel mooi samenvat. Want je had de absolute top willen halen en dat is dan net niet gelukt? Nee, klopt. Lang verhaal kort. Uiteindelijk had ik niet de juiste lichaamsbouw voor de ultieme top. Ik had moeite om diep te zitten. Ja, en dat is toch echt absoluut nodig voor short track. Dus dan kun je nog zo graag willen, maar ja, daar houdt een keer op. Ze heeft ook diverse mediaklussen en schrijft boeken. Onlangs heeft ze in Italië een prestigieuze prijs gewonnen vanwege haar nieuwste boek. 32 verhalen over beroemde topsporters. Het laatste boek, Secret Balance of Champions, waar we afgelopen week in Milaan tijdens het grootste internationale filmfestival een award hebben gewonnen. De Diamond Donneur. En ja, dat is denk ik een extra mooie beloning voor zowel medeschrijvers Vincent Guttebars als Gino Kerkhoffs als mezelf om het thema de fysieke en mentale gezondheid in de sport onder de aandacht te brengen. En dat is een hele mooie erkenning.